Ja, welkom bij het het is alweer de derde aflevering van Naast Hendrik. En naast Hendrik vandaag Chris op Dam. Chris, eigenaar van meerdere bedrijven. Holder, Woeler, ja. Sorry. Betty Blocks, ja. Dat vergeet ik nog. Ripple Starters. Ja, en dan heb je de belangrijkste gehad. Dat heb ik de belangrijkste gehad. Vandaag hebben we in 8 tot 10 minuten een leuk gesprek met Chris over voornamelijk Betty Blocks. Het is een bedrijf van hun wat een ontwikkelingsplatform. Staat in een lijst van Gartner in de US als een van de meest innovatieve platforms. Leuk om daar over te hebben. En we hebben hem op, hè. Want we staan, dat is goed om te zeggen, in het nieuwe pand van Betty Blocks en Holder in Alkmaar. 3200 vierkante meter. Moderne architectuur, zou ik bijna zeggen. Je zou het nu nog niet zeggen. Maar het is nu nog niet te zien, maar we hebben er net doorheen gelopen. Het wordt fantastisch. Daarnaast willen we nog even met Chris hebben over... Hij onderneemt met zijn broer. Het is leuk om daar even wat over te weten. En natuurlijk technologie, daar weet hij alles van. Helemaal. Voornamelijk, zij komen natuurlijk bij veel MKB en grote MKB-bedrijven langs. En we zijn benieuwd wat de stand is van de technologie. Gaat iedereen goed met zijn tijd mee of niet? En dan hopen we dat je weer geïnspireerd bent. En Chris, allereerst welkom. Mooi dat je hier mocht zijn. Ja, en leuk dat ik in je programma mag zijn. Ja, nee, natuurlijk. Nee. Voor zulke ondernemers is er natuurlijk altijd ruimte. We hadden het er net al over. Betty Blocks. Ja. Is een programma, platform waarin ik, als ik het zelf zo ervaren heb, programmeren wordt vervangen bijna door modelleren. Programmeurs zou bijna niet meer nodig zijn. Hoe is die ontwikkeling gekomen? Wanneer heb je het bedacht? Ja, het is eigenlijk wel leuk ontstaan, ook omdat je het aangeeft dat ik onderneem samen met mijn broer. Ja. Dat doe jij ook, dus ja. Dat is een leuke klik altijd. Ja. Maar dat we met ons eerste bedrijf Holder net begonnen, werden we al groter. En we hadden de behoefte om zelf ook onze automatisering steeds verder te verbeteren, zodat we nog beter en professioneel ons werk konden doen. Ja. En ik was de programmeur en mijn broer niet, maar mijn broer vond het leukst om daaraan te werken. Dus op een bepaald moment wilden we eigenlijk ook mijn broer een tool geven om zelf heel snel iets te kunnen maken. Zodat hij ook wat kon doen. Ja, en dan hoefde hij mij niet meer lastig te vallen. Ja. Dat vond hij ook niet heel vervelend. Ja. En zo is het in de basis een beetje ontstaan. En ook een beetje omdat we de visie hebben, omdat we dingen steeds makkelijker willen maken. Ja. En daar is dit een heel belangrijk onderdeel. Ja, nee, duidelijk. Hey, en nu lazen we dat Betty Blocks gekozen is als platform in een lijstje van Gartner. Een van de meest innovatieve SaaS-platformen. Ja, dat is een moeilijke jargon, maar in ieder geval in een. Maar zo'n lijstje, wat doet dat dan met je qua bedrijf? Wat is dat een gelijk spin-off wat je daar aan overhoudt? Je merkt wel dat het is een soort van seal of approval is het, van Gartner. We zijn geplaatst in de Magic Quadrant van high productivity platformen. Dus dat zijn platformen waarmee je sneller software kan maken. Ja. En dat is natuurlijk een internationale erkenning. En het is aan de ene kant leuk omdat je dus merkt dat de visie die wij al heel lang hebben, dat ze daar zich in herkennen. Dat ze zeggen dat de juiste visie, voor zover je een juiste visie kan hebben. En dat we dus ook de mogelijkheid hebben om dat ook echt toe te passen. En je merkt dat in de praktijk gewoon in enthousiasme en reacties van potentiële klanten. Ja. Dat ze toch denken, wie ga ik nu vragen hiervoor? En dan kijken ze naar het lijstje en dan denken ze, wat een leuk bedrijf, en dan gaan ze die vragen. En hoe reageren partijen op een echt bestaande programmeurspartij? Hoe reageren die nou hierop? Herkennen die dit ook? Of? Nou, je merkt wel dat de onafwendbaarheid van dit soort dingen in de richting waar het naartoe gaat, dat iedereen het wel snapt. Er zijn nog wat meningsverschillen over hoe snel we daar komen. Ja. Maar dat we daar komen, begrijpt iedereen ook wel. Dus je merkt dat de bedrijven zelf er heel erg voor openstaan. Dus er zijn heel veel nieuwe partners aan het aansluiten. Dat zijn bedrijven die ons platform gaan maken. Gebruik maken om andere applicaties te bouwen. Ja. En dat de bedrijven zelf daar heel enthousiast over zijn. En als jij als programmeur gekozen hebt om met code een applicatie te maken, dan zijn sommigen vinden het hartstikke leuk om die switch te maken. En anderen zeggen, dit is niet waar ik voor gekozen heb. Nee. En dat is voor sommige bedrijven lastig. Maar op een of andere manier wordt er altijd wel weer een oplossing voor gevonden. En dat maakt dus waarschijnlijk ook dat er straks dus veel meer mensen die gewoon business analyst, IT-analyst zijn, ook met dit soort programma's kunnen gaan werken. Dat je niet per se die harde codeerder hoeft te zijn, maar dat ook dit voor andere mensen een opening, een kans biedt, zeg maar. Ja, wat je ziet is dat, vroeger had je het over het gat tussen business en de IT-afdeling. Ja. En dat gat met dit soort dingen al kleiner wordt. Ja. Aan de ene kant, omdat als je helemaal geen stand hebt van programmeren, van ontwikkelen, dan kijk je nu naar en denk je,
Het is me niet helemaal duidelijk, maar ja. het zegt me veel meer dan code alleen. En aan de andere kant zijn er ook andere type mensen, zoals je zegt, een business analyst. Maar iedereen heeft ook binnen zijn bedrijf of binnen een afdeling altijd wel iemand die zelf heel handig is in Excel of dat soort zaken. Die mensen kunnen nu zelf iets maken. Ja. Waardoor dat gat kleiner wordt en je dus ook sneller kan gaan kijken hoe je een oplossing bedenkt. Ja. Dat zijn zaken die bedrijven heel erg helpen om innovatiever te worden. En dat zie je dus ook voor mij, dat die snelheid gaat dus enorm omhoog, hè, van ontwikkeling. Want ik heb het bij ons eigen bedrijf gezien al, dat de klein die ook met Betty Box zijn gaan werken, dat kleine veranderingen heel snel al zelf doorgevoerd kunnen worden. Hè. Dat je niet te wachten hoeft op je vaste leverancier. Als je nog geen programmeur in dienst hebt, hè. Wij zijn nog niet groot genoeg om eigen programmeur in dienst te nemen. Ja, de ontwikkeling gaat razend snel, intern dan. Ja, en je kan dus één iemand naar voren schuiven die zegt van oké, ga maar even die partij helpen met ontwikkelen, want iedereen kan een bijdrage leveren. En aan de andere kant merk je ook dat omdat het zo snel is, ga je niet meer uitgebreid eerst van tevoren er 3 maanden over nadenken. Ja. Nou, je begint gewoon omdat je zeg maar de ruimte hebt om fouten te maken. Ja. En als je nou, vroeger moest je 3 maanden wachten en nu heb je na een week heb je iets. Ja. En na een week denk je, oh, dat is niet helemaal de goede richting. En dan stuur je continu bij. Ja. Waardoor je veel innovatievere manier hebt van ontwikkelen van zaken. Ja. En dat werkt heel goed. Ja, cool. En we hadden het net al even over je broer, hè. Hoe bevalt je nou dat met je broer ondernemen? Ik werk al 15 jaar met mijn broer samen. Ja. Daarnaast, ik heb je helaas andere directieleden of echt met z'n tweeën? In de verschillende bedrijven hebben we daar wel meerdere mensen die daarover meepraten. Ja. Maar we zijn met z'n tweeën zijn we samen eigenaar, dus uiteindelijk trek je dan wel zeg maar, die kar daarin. Ja, inderdaad. En ja, we doen het al 15 jaar. Toevallig vorige week zijn we verrast door onze collega's met een feest. Omdat we zelf nog niet van plan waren om wat te doen aan de 15 jaar. Omdat we dit kolos aan het bouwen zijn. Ja. En dat was een onwijs leuke verrassing, dus dat was heel cool. En ja, ik ben sinds ik geboren ben, werk ik samen met mijn broer. Wat ik nog wel zie, want ik ben zelf ondernemer, mijn broer, dat je kans hebt dat als je in een privégelegenheid bent, dat je, of met familie dus, dat je eigenlijk met de familie zou moeten zijn, maar dat je toch nog snel weer over het bedrijf begint. Nou, we hebben heb het zelfs je daar ook een afspraak over gemaakt of laat je het gewoon zo gebeuren? Nou, het gaat eigenlijk bijna altijd wel redelijk vanzelf. Ja. Maar we hebben het legendarische idee gehad om ook onze moeder in dienst te nemen. Okay. Dus als we bij onze ouders thuis zijn, dan de kans dat het er een keer over gaat is wel aanwezig. En wat doet je moeder? En mijn moeder die werkt als social media manager. Echt? Oké, leuk. Als lead generator in Woeler, een van onze bedrijven. Ja. Dus dat is heel leuk om te zien. Ja. Dus ja, als we bij onze ouders zijn, gaat het er wel een beetje over. Ja. Maar we hebben ook allebei kinderen. Dus ja, dan merk je dat je gelukkig daardoor wel een andere dynamiek krijgt. Oké, goed zo. Dus het gaat eigenlijk altijd over de kinderen tegenwoordig. Ja. En een beetje over het bedrijf. Oh, mooi. En nou, we hadden het even over die technology, hè. Dit programma wordt natuurlijk ook bekeken door veel MKB's, hè, klein en groot. En dat we elke keer zeggen dat we zien dat die ontwikkeling gaat zo razendsnel. En de een is er sneller bij dan de ander. Wat is jullie gevoel bij de MKB'ers in, nou noem het even in Noord-Holland in deze omgeving? Ja. Hoe zijn ze er op tijd bij? Of, Ja, het is eigenlijk moeilijk om er echt een soort van trend in te ontdekken. Ja. Wat je wel ziet is dat... Tegenwoordig gaat alles om disruptie, zeggen we dan. Ja, dus er is in elke markt is er altijd wel een speler bezig om zeg maar, de totaal vernieuwende speler te zijn. Ja. En laten we zeggen dat de ene helft van de MKB-markt die is daarmee bezig en die disrupt eigenlijk de andere helft. Ja. Dus het is denk ik eigenlijk die eigenschap die een MKB-ondernemer moet gaan hebben en daarmee bezig moet zijn. Die het bedrijf voor de toekomst zeker stelt. Ja, dus een disruptor in zijn eigen branche te worden. Inderdaad, en dat is waar je denk ik naar moet streven. Je merkt ook wel dat de leeftijd van het bedrijf, dus hoe langer het bestaat, en hoe vaak het daarin al zichzelf veranderd heeft, daar zie je wel een lijn in. Ja. Dus als je al een bedrijf hebt van 10 jaar en je hebt eigenlijk nog nooit echt een grote strategiewijziging gedaan, dan zou je er kunnen zeggen, kijk, we doen het al 10 jaar goed, maar eigenlijk is dat een signaal van, misschien moet ik nog maar eens een keer opnieuw naar mijn bedrijf kijken of laten kijken. Ja. Want anders dan heb je kans dat je over 5 jaar niet op bestaan denk ik. Ja, dat ben ik met je eens, dat denk ik ook. We hebben nog een onderzoekskant, wat ik vaak spreek in deze gesprekken. In hoeverre laten jullie informeren door je klant? Wat weet je van je klant? Doe je onderzoek? Dat doen we steeds meer. Ja. We doen naar klanttevredenheid onderzoeken. Ja. En uiteraard is het ook onze taak van onze organisatie en onze collega's om juist in gesprek te blijven met je klanten.
Als je bij Betty Blocks kijkt bijvoorbeeld, dan organiseren we daar één keer in de twee maanden een Academy Night. Ja. Dus daar mag iedereen vrij komen en dan zorgen we voor wat te eten en voor wat te drinken. En dan kom je ook echt bij elkaar. En dat moet in eerste instantie vooral leuk zijn, dat vinden we het leukst. Maar dan hoor je dus ook heel veel. Ja. Dus je moet vooral, heel slecht zeggen, even contactmomenten creëren. En dat is wat we dus ook proberen te doen. Ja, en daar hebben jullie straks 3200 vierkante meter voor. Dus ruimte zat hier voor contactmomenten. Jazeker. Wat ik ook nog leuk vind, bij CG hebben we ook een business-to-business panel. Ondernemers, grote ondernemers, ook kleine ondernemers. Is er nou nog iets wat jij van die ondernemers zou willen weten? Wat je denkt, dat zou nog leuk om te weten, dat we die vraag kunnen stellen. Kijk, waar wij altijd naar aan het kijken zijn, is hoe bedrijven nou zelf proberen innovatie mogelijk te maken. Ja. En dat vind ik altijd leuk om ook van andere ondernemers en van andere mensen die daarmee bezig zijn, om dat te horen. Van, wat is nou volgens die mensen is nou het allerbelangrijkste wat je moet doen om zeg maar innovatie in je bedrijf mogelijk te maken. Ja. En dus die disruptor te zijn. Okay, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, dat is top. We kunnen hem omhoog maken. Het gaat helemaal goed komen. Nou, voor mij was het een heel mooi verhaal. We hebben het mooi gehouden in die 10, dat is nu 10, 12 minuten, maar dat is geen probleem. Het was interessant. Erg bedankt. Graag gedaan. Succes met alles natuurlijk en met de bouw hier natuurlijk. Mocht je dat nou leuk vinden, dan kun je het natuurlijk altijd delen en liken en noem het allemaal maar op. Volgende keer hebben we Marinus van de Hawkeye Kitchen. Dat is de grote importeur van Japanse vis voor alle expats in Europa. Onwijs leuk om ook te kijken. Ga ik zeker doen. Moet je ook zeker doen. Het is weer heel wat anders dan dit, maar dat maakt het ook leuk. Chris, nogmaals bedankt. En jullie ook allemaal bedankt. Tot ziens.